Het is een oproep van de lichtmeesters en de engelen waar ik al vaker mee werk om deze healing te geven. Dus zorg ervoor, lieve mensen, dat jullie de komende tijd niet gestoord worden, zodat jullie optimaal kunnen genieten van deze healing sessie. En je kunt deze sessie zo vaak doen als mogelijk. Je kunt hem delen, zodat zoveel mogelijk mensen hier ook gebruik van mogen maken. Dus ik zou zeggen, ga maar ergens ontspannen zitten of liggen en maak het je zo ontspannen als mogelijk. En zorg ervoor dat je de komende tijd niet gestoord wordt. Ga zitten of liggen in een open houding. De benen, de voeten naast elkaar. De handen in een ontspannen houding in je schoot. En dan nodig ik je uit om helemaal mee te gaan op deze reis. Op deze intense healing van de lichtmeesters en de engelen. Adem diep in en adem bij de inademing wit helend licht in. Adem wit helend licht in en vul er je borst mee. Vul er je hart en longen mee. En blaas bij de uitademing stress, spanning, pijn en verdriet uit. En doe dat nog een keer. Adem wit helend licht in en vul er je borst mee. En blaas stress, spanning, pijn en verdriet uit. En voel dat je bij iedere inademing steeds meer en meer ontspant. Ontspan je hoofd, je nek en schouders en ontspan je armen. Ontspan je borstkast, je maag, je onderbuik en je bekken. Ontspan je bovenbenen, de knieën, de onderbenen, de voeten en de tenen. En blijf wit helend licht inademen. En voel hoe het witte licht niet alleen je borst verlicht, maar ook je maaggebied. En overal waar het witte licht zich verdeelt in jouw lichaam, komt er steeds meer verlichting en ontspanning. En het witte licht zakt dieper naar beneden en vult je onderbuik en je bekken. En alles gaat gemakkelijk en moeiteloos. Alles waar jij je aandacht op richt, ontspant zich en wordt rustiger en rustiger. Jij wordt rustiger en je zakt dieper en dieper weg. En het witte licht zakt nog dieper naar beneden en het vult jouw stuit en zakt omlaag. En vult je bovenbenen, de knieën, de onderbenen, de enkels, de voeten en de tenen. En overal waar het witte licht zich verspreidt, voel jij dat de verlichting plaatsvindt. En jij wordt steeds meer ontspannen. En het witte licht gaat verder omhoog. En vult ook gemakkelijk en moeiteloos je nek- en keelgebied, de schouders, de armen, de handen,
en het witte licht gaat verder omhoog en vult langzaam ook jouw hele hoofd, totdat jouw hele lichaam gevuld is met stralend, wit, helend licht. En vanuit de verte komt er een stralende, roze lichtbal steeds dichterbij. En deze lichtbal wordt groter en groter. Het is een mooie, stralende lichtbal. En deze lichtbal opent zich. En vanuit deze lichtbal komt er een stralend, lief wezen. Het is een engel van liefde en licht. En deze engel van liefde en licht geeft jou een healing. Een healing op het hart en op het longgebied. Vanuit de handen straalt roos licht naar jouw hart en longgebied. En het zuivert jouw longen. En het reinigt jouw longen op een heel diep niveau. De engel straalt liefde en heling naar je toe. Er gaat een hele hoop warmte uit van deze engel. En deze warmte en liefde komt binnen in jouw systeem. Het verwarmt je. En je voelt de liefde van deze engel. En deze warme, liefdevolle energie in de warme kleur roze en goud licht vult jouw hart en longgebied en straalt verder door en het brengt een diepgaande healing teweeg. En het vult jouw maaggebied met stralend roze en gouden licht. En deze healing zakt verder naar beneden en het vult nou ook je onderbuik en je bekken. Straalt verder naar beneden, naar beneden en het vult nu ook jouw bekken, de bovenbenen, de knieën, de onderbenen, de enkels en de voeten en de tenen. Jouw hele lichaam wordt nu gevuld met stralend roze en gouden licht. Het verwarmt je, het vult je en het heelt op een heel diep niveau. En terwijl de engel jouw healing blijft sturen op jouw hart- en longgebied, straalt deze liefdevolle, helende energie ook verder omhoog en het vult jouw nek- en keelgebied, de schouders, de armen en de handen. Alles vult zich nu ook met stralend roos en goud licht. En dit licht stroomt makkelijk en moeiteloos verder omhoog, totdat ook jouw hoofd zich vult met stralend roze en goud licht. En jouw lichaam is nu niet alleen gevuld met wit helend licht, maar ook met stralend roze licht. Niet alleen de liefde voor jezelf, maar een diepgaande healing voor je hele lichaam, voor je hele ziel, voor je hele wezen. En dit dringt heel diep door. Dus voel maar eens, lieve mensen, wat er op dit moment geheeld mag worden in jouw lichaam. En het gouden licht van deze healing straalt verder door. Het straalt verder door en vult niet alleen jouw lichaam, maar het straalt verder door. Door jouw huid, door jouw poriën, naar buiten toe. En het vult nu ook de ruimte om je heen.
Het vult jouw aura. En het gaat nog verder. Het straalt nog verder door. En het vult ook de hele ruimte om je heen waar je nu verblijft. De ruimte waar je in zit of ligt. En dit gaat nog verder door. Het vult ook jouw hele huis. Alles wordt gevuld met gouden, helende energie. De energie van de lichtmeesters. Een diepgaande heling, reiniging, niet alleen van jouw lichaam, maar ook van jouw omgeving. En deze energie gaat verder naar buiten toe en straalt verder en verder uit en reikt ook nu verder dan je huis. En bij deze gouden energie komt er ook groene helende energie binnen, alsof er een golf van groene helende energie zich nu vermengt bij deze gouden energie. De Crystal Angels, de groene kleur daarvan, vermengt zich met de gouden helende energie. Het stralend goud en groen licht verspreidt zich en vult niet alleen jouw lichaam, vult jouw omgeving en straalt verder en verder uit. Het vult niet alleen jouw huis, straalt makkelijk en moeiteloos verder. En het vult nou ook jouw hele omgeving. Jouw straat waar je in woont wordt gevuld met goud en groen licht. En reikt makkelijk en moeiteloos verder. Het bereikt jouw hele stad. Jouw stad wordt gevuld met stralend goud in het licht. En alles wat niet licht is, gaat gemakkelijk naar boven toe. Alles wat zwart is, wat donker is, wordt opgeruimd. Het witte licht, het gouden licht en het groene licht overheerst. Het licht van liefde, het licht van kracht, het licht van heling overheerst. En dit gaat verder en verder en stroomt nog verder uit. En het straalt verder uit en ook de hele provincie waar je in woont wordt goud, gouden helende energie. Gouden energie en groene energie, stralende energie, kristallen energie. Alles stroomt verder uit, lijnen naar boven toe, naar onder toe de aarde in, naar rechts toe, naar links toe. Geheeld wordt op een heel diep niveau. De aarde wordt geheeld met deze stralende gouden en groene energie. De hemel wordt geheeld met stralende gouden en groene energie. En de hele aarde, de omgeving wordt geheeld met stralende gouden en groene energie. En deze stroomt verder uit. Niet alleen de provincie waarin je woont wordt geheeld. Het gaat nog verder. Het land waarin je woont, alles wordt gevuld met stralend groen licht en gouden licht. En alles wat geen licht is, wordt makkelijk opgeruimd door deze hogere energie, geleid van de Crystal Angels, van de lichtmeesters. En jij helpt mee. Lieve lichtwerker, lieve persoon van licht, jij helpt mee om alles te helen. Jij bent een van ons. En dit stralende gouden groene licht straalt nog verder uit. Niet alleen ons land wordt groen en goud verlicht en geheeld. De oceanen worden nu ook gevuld met deze stralende gouden energie. En ook de landen om ons heen worden gevuld met deze stralende, gouden en groene energie. Alles gebeurt op een hoger niveau. Alles mag opgeruimd en geheeld worden.
en alles wat geen liefde is, geen licht is, mag opgeruimd worden, mag liefdevol naar het licht gestuurd worden. De lichtmeesters helpen mee, dus voel maar ook eens wat er nu gebeurt. Heel veel lichtmeesters zijn nu het helpen. Deze stralen mee, alle hoge meesters, een hele hoop engelen stralen licht en liefde en heling naar de planeet toe, naar de landen toe, naar de werelddelen toe, naar de oceanen toe en naar de aarde toe. En alles wordt één, één bal van goud, groen, helend licht. De aarde, de wereldbol, is één stralende lichtbol van groen, helend goud licht en groen licht en straalt verder uit. Verder uit naar het universum, alsof ook daar een diepe reiniging, een diepe heling nodig is op een hoger niveau. En de lichtmeesters blijven licht en liefde, maar vooral ook heling stralen naar iedereen die het nodig heeft. Dus richt even jouw aandacht, jouw intentie uit naar al diegenen, die personen die nu extra licht en liefde en heling kunnen gebruiken, naar de zwakke personen onder ons, naar de ouderen, naar de jongeren, misschien personen die je zelf kent, die al ziek zijn. Wij maken samen met de lichtmeesters en de engelen nu een verbinding op een heel diep niveau. Straal liefde en licht naar iedereen die het nodig heeft. Wij maken op dit moment het verschil. En hoe meer mensen delen in healing, licht en kracht, hoe sterker wij worden. Hoe meer wij de verbinding weer terugvinden, niet alleen in onszelf, maar ook in onze familie, in onze omgeving, in onze werkkring. En noem maar op, het is een tijd van samenwerking, lieve mensen. En we kunnen het niet alleen. En daarbij helpen de lichtmeesters en de engelen. En terwijl de lieftallige engel jou nog een diepgaande healing is het geven daar op jouw hart. En jou nog een healing is het geven met haar handen, kan het zijn dat zij nog een bepaalde aandacht richt, dat er heling mag plaatsvinden in jouw lichaam. En het kan zijn dat deze engel nu bepaalde stukjes uit jouw lichaam losmaakt, daar waar er nog heling nodig is. Het kan zijn dat er oude energie nu op dit moment uit jouw lichaam gehaald wordt. Dus staat maar toe, alles wat niet licht is, mag nu opgeheven worden, zodat jij steeds meer in jouw licht, in jouw kracht komt te staan. Er opent zich nou een heel veld van licht om jou heen. Vanuit de hemel wordt er een hele grote opening gemaakt. De hemel opent zich. En het stralende bundel van licht komt er naar beneden en komt er om jou heen. Een grote bundel van wit, gouden licht omringt jou nu, op dit moment. En ik voel dat een hele hoop mensen koude stukjes nog bij zich dragen. Dus voel maar eens in, lieve mensen, op welke plekken in jouw lichaam er een koude energie bij je aanwezig is. En deze koude energie hoort niet bij je. Het is een energie die je blokkeert. Misschien blokkeert op lichamelijk niveau. Maar misschien ook blokkeert op psychisch niveau. En deze oude energie die jou belemmert, mag je nu liefdevol loslaten. Deze licht, sorry,
Deze blokkade, deze oude energie, mag je liefdevol sturen naar het licht. En zie dan ook dat uit deze stralende lichtkoker een hele hoop helpers, engelen naar beneden komen en jou omringen. En deze oude energie die jou belemmert, mag je nu liefdevol loslaten. Deze blokkade, deze oude energie, mag je liefdevol sturen naar het licht. En zie dan ook dat uit deze stralende lichtkoker een hele hoop helpers, engelen naar beneden komen en jou omringen en jou helpen al deze oude energieën die in jouw systeem zitten, in jouw lichaam misschien nog zitten, dat deze losgemaakt worden uit jouw lichaam. Alles mag nu naar het licht, zodat jij steeds meer in jouw kracht komt te staan, in jouw energie blijft, terugkomt in jouw kracht en energie. Dat is de boodschap hierin, zodat jij vanuit jouw eigen liefde en kracht verder kunt gaan op jouw unieke weg. En de engelen maken een hele hoop verbindingen los. En dit kunnen verbindingen zijn vanuit vorige levens, alsof er draadjes uit jouw lichaam gehaald worden. Sta het maar toe. Laat het maar gebeuren. Alles is er voor jouw hoogste goed. Een hele hoop oude energie mag opgeruimd worden. En ik zie dat de engelen heel hard aan het werk zijn met een hele hoop mensen. Alles wordt opgeruimd. Liefdevol zijn ze bezig met jullie lichamen. Een hele hoop koorden mogen er nu op dit moment losgemaakt worden. Alsof er, ja, ik zie lichtmeesters die echt met zwaarden bezig zijn, waardoor dan heel hoop teruggeschoten wordt naar personen, naar verbindingen die jou niet langer dienen. Waardoor je steeds meer in je eigen kracht komt te staan. En ik voel het ook, hoe sommigen nu weer de verbinding voelen, de verbinding met Moeder Aarde. En ik zie en voel dat hele hoop harten zich weer openen. Openen voor het licht. Op dit moment mag er een hele hoop gebeuren. De energie is heel erg heftig. En een hele hoop trillingen gebeuren. Dus voel maar wat jou beweegt. Voel maar wat jij mag loslaten. En welke boodschap er voor jou in zit. Wat mag jij nog meer loslaten, mijn lieve kind? Welke angsten zijn nu overbodig? Wat mag er opgeruimd worden? En welke angsten? Een hele hoop angsten zorgen ervoor dat wij niet verder komen. Geef ook deze angsten liefdevol in het licht. Het goud en het groen en het roze licht stralen door je heen. En iedere keer als je intapt op deze energie, voel jij hoe je sterker wordt. Dat je steeds meer bij jezelf blijft. In jouw kracht en in jouw energie. En de lichtmeesters blijven doorwerken aan jullie. En deze meditatie en deze healing kunnen jullie zo vaak doen als jullie willen. Waardoor jullie niet alleen jezelf helpt, maar ook de mensheid en de aarde, de hele planeet. Hoe mooi is dat? Samen zijn we sterk. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er wonderen bewerkstelligd worden. En ik wens jullie heel veel liefde, licht en kracht, lieve mensen. En luister naar jullie hart. En de lieve engel die jullie een healing heeft gegeven, de engel, roze engel,
van licht en liefde heeft nog een boodschap voor je. Dus luister welke boodschap jij mag ontvangen. En deze liefdevolle engel heeft ook nog een cadeautje voor je. Alsof je iets waardevols aangereikt krijgt, wat voor nog meer kracht, voor nog veel meer liefde voor jezelf zorgt. Kijk maar eens wat je aangereikt krijgt. Ik zie een schitterend kristal. Een kristal van een heel hoge energie. Een kristal van een andere planeet. Kijk maar eens welke vorm dit kristal heeft. En welke boodschap er voor jou in zit. En deze kristal mag je ergens in jouw lichaam plaatsen. En de healing daarvan is heel erg sterk. Dus plaats het maar op één plaats waar jij voelt waar het nodig is. En weet, lieve mens, dat je er niet alleen voor staat, dat de hulptroepen aanwezig zijn. En het duurt nog even voordat alles opgeschoten is. En jij kunt een verschil maken. En lieve mens, zorg jij er dan voor dat jij in je licht en je kracht blijft. Zorg goed voor jezelf. Zorg goed voor je mensen om je heen. Voor de mensen die het extra nodig hebben. Want jij kunt het verschil uitmaken. De engel die de healing heeft gegeven, doet een stapje terug. En ze dankt je voor de medewerking die jij aan dit stuk healing hebt medegewerkt. En zij stapt terug in de lichtbal. En weet dat je iedere keer gebruik kunt maken van deze healing. Denk aan deze liefdevolle engel van licht en liefde. En vraag een healing indien je dat nodig hebt. Vraag de lichtmeesters om hulp. En ze zijn er voor je. Dat is de boodschap. Ik hoop dat jullie iets aan deze healing gehad hebben. En lieve mensen, ik vraag jullie deze sessie te delen met iedereen die het nodig heeft. Weet je iemand die ziek is? Weet je iemand die even iets meer sterkte en liefde nodig heeft om terug in haar kracht te komen? Dan deel deze sessie met zoveel mogelijk mensen. Ik dank jullie allemaal voor jullie medewerking. En de lichtmeesters en de engelen danken jullie ook. In liefde en licht. En misschien tot de volgende healing sessie. En dan draai ik even de tekening terug. En dan ben ik benieuwd wat jullie aangereikt hebben gekregen. Wat jullie hebben mogen voelen en of ervaren.